Chocolade en noten, dat is natuurlijk een topcombinatie. En wij gaan vandaag de sweet table vullen met een superlekkere biscuit van chocolade en een super crèmige mousse van pistache. Maar eerst gaan we beginnen met onze bodem. Het is heel belangrijk dat hier in onze droge stoffen geen brokken zitten. Dus we hebben hier een super gemakkelijke tool, onze keukenrobot. We gaan hier onze bloemsuiker in doen. Voilà, 90 gram. Dan gaan we verder met onze cacaopoeder. Dat is 20 gram. Onze bakpoeder om alles mooi te laten rijzen. 4 gram. Dan gaan we verder met ons suiker. 40 gram. En dan hebben we nog 20 gram amandelpoeder. En als allerlaatste onze patisseriebloem. Dat is een gewone bloem, zeker geen zelfrijzende pakken, want we hebben nu al bakpoeder toegevoegd en dat gaat ervoor zorgen dat ons cakeje mooi gaat rijzen. En dat is nog eens 50 gram. En deze tool gaat ervoor zorgen dat er geen grote stukken meer in zitten. Deksel erop zetten. Zo, daarna ga ik mijn oven voorverwarmen op 180 graden. Dat is een gewone hete luchtstand. En dan gaan we nog onze eitjes afwegen. En we hebben enkel het eiwit nodig van ongeveer 4 eitjes. De dooiers mocht je niet weggooien, want die gaan we zelfs nog gebruiken voor onze crèmeux, voor onze pistachemousse. Zo, dan gaan we die even aan de kant zetten. Dan deze eronder zetten. We gaan ons eiwit erin doen. Zo. Dan gaan we die rustig laten draaien en dan mogen onze droge stoffen daarbij. En als laatste gaan we onze gesmolten boter daar nog aan toevoegen. Top, dat ziet er heel goed uit. Ik werk super graag met van die siliconen matjes, omdat dat dan heel mooi zo'n vormpje heeft. Maar als jij zegt, voor mij hoeft dat allemaal niet, ik heb daar geen tijd voor, ook helemaal oké. Dan kun je gewoon een bakplaat bekleden met bakpapier. Gewoon daar een laagje op doen, met je paletmesje een beetje gelijk trekken. En dan kun je daar dingetjes uitsnijden, zo groot of zo klein als je wilt. En dan mag dat hierop gevuld worden. Moest je zo'n siliconen vormpje vullen, wacht daar niet te lang mee, want je boter gaat zelfs opstijven. En dan gaat dat iets moeilijker zijn om je vormpjes daarmee te vullen. En nu is het belangrijk, als je siliconen matjes gebruikt, dat je altijd eens mooi tegen je oppervlakte tikt. Dat het deeg zich gewoon mooi kan verspreiden in alle randjes. Zo, dat gaat nu de oven in. 10 minuutjes, ongeveer op 180 graden. Dan gaan we verder met onze pistache crèmeux. Dat is de basis voor onze pistache mousse. En we gaan daarvoor eerst onze gelatinepoeder afwegen met water. Want dat moet heel even opstijven in de frigo. En ik werk altijd heel graag met gelatinepoeder, omdat je daar heel precies mee kunt zijn. Maar als je zoiets hebt van, goh, ik werk liever met gelatineblaadjes, dat kan perfect. Je kunt dat heel gemakkelijk omrekenen. Ik heb hier 10 gram poeder en dan gaat ons water erbij. 50 gram water. Altijd werken met koud water bij gelatine. Die gaat even de frigo in. En dan gaan we onze room afwegen. Dat zorgt voor de dikte en de binding van onze mousse. We gaan 200 gram nemen. Dan mag onze suiker daarbij 40 gram. En dat gaan we al even op het vuur zetten, zodat dat al kan opkoken. Zo, onze room heeft opgekookt. Dan hebben we hier onze dooiers. Dat zijn er 4. Dat is eigenlijk de rest van wat we daarnet hebben gebruikt van de eieren. En dan mag de room erbij. Dan hebben we onze dooier die erin zit. Zo, dan gaan we onze 70 gram pistachepasta toevoegen.
En je ziet, wij werken met de echte pistachepasta. Je hebt zo soms in de winkel, allez, meestal bij ijs, zo van die pistache dat zo de kleur heeft van mijn pul. En dan weet je eigenlijk dat het geen top pistache is. En eigenlijk als je zegt van, goh, dat ziet er zo wat bruin uit, dat is hoe dat moet zijn. En dan gaan we even gemakkelijk Celsius koken. Dan ga ik dat hier op 94 zetten. En dan moet ik dat zelf niet meer in de gaten houden. En dan kan dat mooi indikken. Zo, dat is exact wat we moeten hebben. Je ziet, dat is mooi ingedikt. Dan mag onze gelatine daaraan toegevoegd worden. Dus je mag hier 50 gram bij doen. En je kunt die gelatine perfect nog een paar dagjes in de frigo houden voor als je nog wat andere dingen wilt maken. Je ziet nu, dat gaat daar mooi in oplossen. De gelatine gaat er nu voor zorgen dat die massa mooi gaat opstijven. Dan gaan we zelfs onze room opkloppen en dan gaan we een hele mooie, stevige mousse krijgen om ons taartje mee af te werken. Dat gaan we nu even in de frigo leggen. En we gaan daar een folietje over leggen, want anders komt daar zo een dik vel op. Oké, ondertussen gaan onze cakejes klaar zijn. Dat ziet er hier goed uit. Zo, dan hebben wij ons cakeje. En dat is eigenlijk wat we willen hebben. Een mooi vormpje. Zo. Die gaan we nu even laten afkoelen. En dan gaan we beginnen met onze mousse af te werken. 200 gram room. Zo, dan gaan we kloppen. Alright, dat begint er al mooi in te dikken. Zo, zo. Oké, dan gaan we verder met onze crèmeux. Die is ondertussen afgekoeld. Dus 200 gram van deze massa. En dat is het leuke met pistache. Dat is eigenlijk een vrij zoute noot. Dus dat zorgt heel mooi voor die balans tussen zoet en zout. En dan doen we de room er nog onder. Even mooi roeren, dat al die brokjes eruit zijn. Oké, dat ziet er goed uit. Dan gaan we die in een spuitzak doen. En er is een heel gemakkelijk trucje. Als je je spuitzak al vult, maar als je mousse nog een klein beetje moet opstijven. Dus je mag hier je spuitzak een klein beetje in dat spuitmondje duwen. En dat gaat ervoor zorgen dat het er niet uitloopt. Perfect. En dan gaan we dat zo even in de frigo steken. Dan gaan we verder met onze nootjes. Gewoon een klein boompje suiker. Die gaan we op het vuur zetten. Dan hebben we hier ons nootje. Voilà. We hebben er niet te veel nodig, want het is enkel voor de afwerking. Zo, we hebben hier onze nootjes. Die ga ik even aan de kant leggen in dat potje hier. En dan gaan wij aan de afwerking kunnen beginnen van ons taartje. Dan hebben we hier onze mooie schaal. En dan zie je hier die mooie biscuitjes. Dan gaan we onze mousse uit de frigo nemen. Die is mooi opgesteven. En dan gaan we het taartje vullen. Zo. Dan gaan we hier ons biscuitje opleggen. Zo. En dan gaan we afwerken met een mooie toefje hier van boven. Gekarameliseerde nootjes. Ik doe nog een klein beetje grof zout erop. Je ziet, dat is zo een klein hamburgerje. Mega lekker.